Robert van Treet, governor van de Centrale Bank van Suriname. Die lijkt wel op iemand die voldoende kennis heeft van zaken. Dat zegt NPS-parlementariër Marlon Budikum. Maar wat Budikum niet begrijpt, is dat de governor er pas aan zit. En nu reeds de regering meer dan 670 miljoen heeft gegeven. Wat zullen de gevolgen hiervan zijn? En waarom kan Van Treet zich lenen voor iets dergelijks? Dat is wat Marlon Budikum, parlementariër van de NPS, allemaal aangeeft. We voeren nu naar dit vraaggesprek. Het interview is vastgelegd door Karen Sektu. Nee, hij is terecht ook het parlement komen informeren. Heel deskundig. Heel mooi hoe hij het brengt, maar dan vraag je je af. Zo'n deskundig mens, want hij blijkt zijn vak te kennen. En dan kom je en je zegt tegen het volk, via de pers, geef me 2 weken, laat me even kijken. Normaal, heel goed standpunt. Maar je wacht niet eens een dag en je geeft aan de regering 670 miljoen. Moest je de regering ook niet zeggen, luister regering, laat me eerst orde op zaken stellen. Laat me even kijken en dan kunnen we praten. En met praten bedoel ik, kijk, ik heb orde op zaken gesteld. En ja, de artikel 21 zegt je mag tot 10% gaan. Maar, kom ik je 100 miljoen noemen. Kom ik je luku. Want hij zegt terecht, zijn grootvader, de leerling van zijn grootvader, meneer Telting, en hij. Dan moet je toch tenminste overwegen, zeg, wat kan en wat kan niet. Want eerste levensbehoeften kosten echt geen 670 miljoen. Want hij geeft aan, gezondheidszorg en eerste levensbehoeften moeten altijd gegarandeerd zijn. Duidelijk. Wat we ook niet moeten vergeten, uno don, un deja, en un sabi, dat binnenkort begrotingsbehandeling, etikin behandeling, de man moest pay a 670 binnen een paar maanden, want dat is de regel, het zijn korte leningen. Maar die man mag bij goedkeuring van een begroting van 15 miljard 1,5 miljard lenen. Volgens artikel 21. Dus die man leent over een paar maanden 1,5 miljard. Betaalt daar in verrekening die 670 miljoen. En de regering loopt met nog een hele 800 miljoen weg. Jij kan er niks aan doen. Als jij deskundig bent. En hij is dat, we weten het. Omdat hij in een bedrijf anders denkt dan hoe hij nu denkt. Dan ga je nooit zoveel geld de straat op pompen. En dan ga je afvragen, ik weet niet waarom de koers stijgt. Maar je pompt 670 miljoen met komma, komma. Dus tot op de cent heeft hij gegeven. Dan weet ik niet hoe deskundig. Ben je misschien zomaar naar school gegaan? Want die abbe in je idee, maar je niet gebruik en van moest gebruiken. En dan zie je wat er nu gebeurt, het volk wordt getimmerd. Het volk wordt flink getimmerd om de tekorten naar binnen te brengen. De verkiezingen zijn voor hun al begonnen. Er wordt flink het geld gesmeten. Men noemt het verkiezingsstunt dat er een goot wordt opgehaald. Het is geen verkiezingsstunt, het is reeg. Het dient jaarlijks 2 maal onderhoud. Maar nu als men even een weg bestaat of een goot ophaalt, hoor je hoe geweldig de regering werkt. Het is jouw taak als regering. Het is de kunst. Wat ik mij ook afvraag, en daar ben ik geen econoom. Er blijken economen hier binnen te zitten in het parlement, maar er zijn ook economen buiten. Misschien dat de governor me eens vertelt hoe dat komt. IMF heeft ons eens geld geleend om onze reserve te upgraden. Geld geleend. Dus met geleend geld is het ook mogelijk een stabiliteit te creëren. Wij lenen miljarden US dollar. Per ammonide. Als je al die miljarden die je leent op de centrale bank plaatst om van daaruit je schulden te betalen wanneer de projecten beginnen te lopen, eerste fase, tweede fase afgerond, dan heb je toch ook geld op de bank. Alhoewel het dan niet gebruikt kan worden voor iets anders, maar hij zou die stabiliteit kunnen garanderen. Jouw reserve, al is het een geleende reserve. Dat is mijn idee, ik ben geen econoom. Maar één vraag is het, al die leningen die meneer Hoefdraad sluit, waar wordt dat geld gestort? Op de bank, op de rekening van een privépersoon?
op de rekening van het ministerie of op de rekening van de aannemer? Ik wil dat graag weten. In het parlement tijdens de begrotingsbehandeling gaat die vraag ook komen. Waar wordt dat geld gestort? Want nu hebben we als Suriname 100 leningen, want ik hoor nu er is weer één bijgekomen bij I Am Gold of waar. 100 leningen gesloten. Dat is een idee. Het moet toch ergens op een rekening staan. En er moet toch daar overzicht kunnen worden aangegeven aan het parlement. Dat gaan wij als parlementariërs moeten vragen. Want als blijkt dat al deze geleende gelden op privérekeningen gaan, dan heb je vraagtekens. Want als een project 10 jaar duurt, wat normaal is nu in Suriname, en je zou die 100 miljoen die je hebt geleend voor 3-4 jaren op een bank rente laten verdienen. Weet je hoeveel geld we zouden kunnen verdienen uit hetzelfde geleend geld om een deel van die lening af te kunnen lossen? Maar ja, ik ben geen econoom, minastratiboy. Met dinkiepchen, zo maar minastratiboy. Wat is die boodschap dus naar de governor? Als hij daadwerkelijk zo deskundig is als hij zegt, of klinkt, want hij zegt het niet, wij weten dat hij deskundig zo is. Wees dan een man om nee te kunnen zeggen tegen de regering. Wees dan een man om te zeggen, een centrale bank die onder hoefdraad 1 miljard SRD verlies heeft geleden, kan u voorlopig geen geld lenen. Omdat uno abamoni. Wie is een wet takia? We hebben het niet. Is monetair financieren. En wat gaat nu gebeuren over een paar maanden als hier door de jakenikkers de begroting voor 15 miljard wordt aangenomen? Dan gaat die man zeggen, hey, artikel 21 zegt 10%. Je hebt me maar 76 gegeven, ik mag nog zoveel nemen. Wie rijdt weer de dupe? Het arme volk. Je ziet, rijwegenbelasting voor de trekkers weggehaald. Mijn vriend, laat me je over de trekkers vertellen, ik weet het. De trekkers zijn niet de eigenaren van het hout, zijn niet de eigenaren van de trekkers. Deze trekkers worden gehuurd per lood voor 30, 40, 50.000 per één lood. Die man rijdt 2 trips per dag. Dan kan zo'n man die 2.000 of die 3.000 gulden niet betalen voor een jaar. Maar dat arm volk, apotiwang, die verplicht wel voor paying. Mie kan de nomi man paying. Maar normaliter, ik heb een auto, een P3 auto, mijn gezin is groot. Ik kan geen fiets rijden, dus ik moet 520 ophoesten voor mijn auto. Maar je kan niet zeggen, omdat ik dat heb, een P3, dan ben ik rijk. Mensen hebben een gezin die soms groot is, dan kan een kleine wagen niet. Daar is die man verplicht. Niet die geweldige Land Cruisers, maar een klein, iets ruimere wagen, een P3 te kopen, ja. En dan wordt hij geklapt daarvoor. En nu worden businessmensen, het is geen openbaar vervoer, hou dat vast. Het is geen openbaar vervoer, het is houttransport, het is vrachttransport, worden vrijwaard. Met de bus kan je het nog begrijpen. Je doet dat, de passagier, ten goede komende. Maar een vrachtwagen die per lood 30, 40 of 50.000 vraagt, per lood. Die man maakt in één dag het zoveel geld. Natuurlijk, afdruk van zijn kosten blijft hij zeker 10.000 maken. Kom nou. En dan geef je hun vrijstelling, dan kan je, dat, kan je iedereen. Ik kan pura wet, ik kan vernietigen wet. Want de awet no Mickey, echt die stranang asa Mickey, die names and faces. Awet Mickey no, die names and faces. Want hoe ga je nu invulling geven aan die 85 miljoen die je dacht te krijgen vanuit die wet? Want die nog eens horen toch? Zo zijn er tal van voorbeelden, meneer Ganesh. En we kunnen er lang over nagaan natuurlijk, maar dat is mijn denkwijze. En misschien heb ik foute dingen gezegd, dat zullen ze me timmeren. Ik kan tegenslagen, ik heb er geen moeite in, maar ik ben eerlijk. Als het over de governor gaat, is er maar één vraag die mij zegt. Je laat het volk 2 weken wachten, maar je laat de regering niet diezelfde 2 weken wachten. Volgens dat je sabi, zou je ontvangen, zou je abi, je begint jideman. Je begint jideman. En je begint op zo. Want barki miljoen dollar, 670 miljoen SRD, heb je direct gepompt naar die mannen. Ik denk dat het 8 maart is geschied als ik daar het overzicht kijk. Dus misschien voordat hij echt mocht tekenen, had hij al getekend. En dan vraag je je af, waar gaan we naartoe? Want als IMF jezelf zei, no do, maar is jouw money toch? Van de karing, bijjaino, is jouw money toch? Hee, zo mijn money, daar centrale bank. Dan wil je het hebben.
Zo is ook NOB en andere dingen failliet gemaakt door de minister van Financiën. Want is Simoni Dappe, Iwan Fassing. Waarvoor ze het gebruiken, weet ik niet. Ik zie die ontwikkeling niet. U bent op straat, misschien ziet ik ben ook op straat, maar ik kom naar midden. En daar zie ik het niet. Maar daarna ga je weer horen wat heeft het front gedaan, of wat heeft NPS gedaan, of wat heeft wie gedaan. Ik kan ze waslijst geven, maar ze zijn doof. Dus laten we het daarbij laten. U begrijpt me. Dit was het TBN Prime Alert van maandag 25 maart 2019. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 87-493. Nogmaals, 87-493. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.